Bijna 30 jaar in het vak, maar denken er niet aan het rustig aan te doen. Sterker nog, voor Saskia en Serge is het juist tijd om eens een geheel nieuwe richting in te slaan. En voor het gemak hebben ze voor zichzelf een heel nieuw muziekgenre uitgevonden. En wel met behulp van al bestaande evergreens. En waar komt een liedje beter tot zijn recht dan op een bootje op het water? En Serge, waar gaat de reis deze zomer naartoe? We gaan weer met het bootje richting Zeeland, denk ik. Het hangt een beetje van het weer af. Het hangt ook erg af van de drukte die er ontstaat vanwege het nieuwe album wat uitkomt en de nieuwe plaat. Ja. Dus we hebben niet echt een lange vrije periode gepland, want de vooruitzichten zijn heel erg goed. We krijgen heel veel leuke reacties op het nieuwe album. Geweldig. En op de nieuwe single. Dus ja, dan kan je niet vrij nemen. Dan moet je aan het werk. Want waarom hebben we nou zo lang niks meer van jullie gehoord? Ja, dat is eigenlijk door de jaren heen altijd wel eens een stille periode geweest. Gewoon eventjes denken van wat gaan we doen, voorbereiden. We wilden onze hele studio gaan veranderen, zodat we zelf ook plaatjes thuis kunnen maken. En dat kan dus nu? Dat kan dus nu, ja. Wat we overigens dus bij deze cd weer niet gedaan hebben. En een nieuw idee ook, hè? Nieuw idee, dus countryliedjes. Ja, wat is het nieuwe idee dan? Kun je dat een beetje omschrijven? Ja, we hebben altijd countryliedjes gezongen. En we hebben Nederlandstalig gezongen, we hebben ballads gezongen, van alles een beetje. En nu is dat samengekomen in één genre. Dus de bekende countryliedjes en dan vertaald. En het resultaat is heel erg leuk. Als ik kijk in je donkere ogen, is toch de hele wereld naar me laag. Kunnen we nou toch ook een beetje spreken van een comeback? Voor mensen die ons niet tegenkomen in het land met optreden, die roepen zo van ja, een post niet gezien. En dan praten ze dus inderdaad over radio en tv, gezien en gehoord. Maar mensen waar we dus komen op te treden, en dat doen we heel veel, ja, die hebben daar helemaal geen erg in. Wij ook niet. Voor ons is het niet zo, maar voor buitenstaanders die alleen maar tv kijken, zeggen ze, hé, daar heb je ze weer. Gelukkig. En Saskia en Serge, stel je nou voor dat er op een gegeven moment het zingen af zal lopen. Wat we natuurlijk absoluut niet hopen, maar stel dat die dag ooit komt. Waar zou je dan mee bezighouden? We hebben daar nooit bij stilgestaan tot nu toe. En dan mag jij zeggen wat jij denkt. We kunnen niet anders zijn als zo. Nou. Nee, we gaan gewoon nog lekker tijd. We vinden het zo leuk. Het optreden, platen of geen platen, optredens zijn er altijd geweest. Ja. En dat vinden we heel leuk om te doen nog steeds. En we hopen dat we dat gewoon in lengte vandaag kunnen blijven doen. Ja. En dan zien we dan wel weer. Dan maken we ons absoluut geen zorgen over. Nee. Als je nou een advies kon geven aan jonge beginnende zangers, zangeressen. Ja. Wat zou dan een tip zijn? Nou, heel belangrijk is dat je plezier in hebt wat je doet. Probeer origineel te zijn. Origineel te zijn. En veel optreden. Als ik kijk in je donkere ogen, is toch de hele wereld naar me lang. Ja, en als ik kijk in je donkere ogen, kunt u terugvinden op Saskia en Serge's nieuwe album, die de veelzeggende titel draagt Sterker dan ooit.